praktische doos voor stervenden. Daar is volgens verpleegkundigen behoefte aan. Want veel mensen brengen de laatste dagen van hun leven het liefst thuis door. Maar het ontbreekt in de omgeving vaak aan praktische kennis en hulpmiddelen. Een praktisch pakket voor het sterfbed kan daar soelaas bieden. Hoi, goedemiddag. Je komt een blije doos ophalen, leuk. Bij een geboorte staan fabrikanten en adverteerders letterlijk in de rij om jonge ouders te overladen met blije dozen en kraampakketten vol producten die in de kraamtijd van pas kunnen komen. Dit is een I Love Mama's peentje, super schattig. Aan het eind van het leven daarentegen moet iedereen zelf maar uitzoeken welke praktische producten en zorg bij sterven handig en wenselijk zijn. Dat moet veranderen, vinden Mandely Bulter en Willeke de Pachter. Verpleegkundigen die in een hospice al jaren stervenden begeleiden. En dus bedachten zij de praktische palliatieve box. Een van de producten die daarvoor in zitten is bijvoorbeeld een zakje met spongstokjes. Nou, het zijn hele eenvoudige stokjes, een soort lollystokjes. En er zit een sponsje op. Als mensen nu nog slecht kunnen drinken of eten, dan kan je dat even in een glaasje water doppen en je maakt iemands mond daarmee vochtig en schoon. En soms kunnen mensen daar ook nog op zuigen, vinden ze dat prettig. Ja. Het voordeel hiervan is dat je maar een heel klein beetje vocht binnen krijgt, waardoor mensen zich niet verslikken. Wie alles zelf doet, loopt snel tegen praktische kwesties als verzorging en bijvoorbeeld het wassen aan. En daarvoor bestaan al veel producten. We hebben ook een shampoo cap, een soort badmuts is het. Daarin zit veel water en shampoo. Je kunt hier heel gemakkelijk iemand mee die op bed ligt zijn haar verzorgen. Ja. Je warmt het in de magnetron, dus het is ook vaak een soort hoofdmassage die je nog een paar minuten geeft. En mensen ervaren dit als weldadig. Er zitten ook huistuin- en keukenmiddeltjes bij waar je niet meteen aan denkt, maar die wel nuttig zijn. Houtkool heeft een geurabsorberende werking zonder dat het zelf geur afgeeft. Je kunt dit dus ook bijvoorbeeld in bed liggen in een soort sloopje of een knikkerzakje, net hoe je het wil noemen. En dat absorbeert dan de nare geur. Veel praktische tips dus, maar wie in de doos op zoek gaat naar een morfinespuit, die grijpt mis. En ook een praktische zelfmoordpil zit er dus niet bij.